Hallo. Vandaag wij gaan praten over sport. Echt waar? Ja, echt waar. Echt waar? Ja, echt waar. Sport is goed. Sport is moed. Sport is voor lichaam, is voor geest, is voor conditie. Goede sport is sport als wandelen. Wat is mijn goede sport? Dat is korfbal. Omdat vrouw en man is samen support en gooien bal in gat. Dat is niet goed. Dus korfbal is jichtu, zeg maar. Jichtu. Tjo. Voetbal, hetzelfde. Voetbal is haram, zeg maar. Voetbal is haram. Waarom? Omdat zij allemaal korte broekjes doet hij en allemaal aan elkaar zitten en als doelpunt allemaal op elkaar duiken en voelen aan elkaar. Dat is jichtu, zeg maar. Jichtu. Wie speelt hockey? Snigoed, snigoed. En waarom? Omdat vrouw kan beter in plaats van hockeystick, bezem en boenen en andere goede dingen doen in huishouden. Ja, dus hockey is niet goed. Zeg maar. Hockey is niet goed. Zeg maar. Goed zo. Heb iemand vraag? Jij, zeg maar. Waarom houden jullie altijd je onderbroek aan als jullie gaan douchen? Omdat is niet leuk als jij andere... Dat is mag niet. Want in jullie cultuur, allemaal bloot, allemaal naakt. Dit is niet goed. Zeg maar, is... Niet goed. Want dit is verloedering van maatschappij. Zeg maar. Verloedering van maatschappij. Dat brengt onrust en stagnatie. Dat brengt onrust en stagnatie. Goed zo. Tot ziens, kinderen. Dag, Marfie. Dag. En denk eraan, bij douchen, onderbroekjes aan.